Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerblaza. Er liggen wolken rond Nederland, maar er is ook ruimte voor wat opklaringen. En in die opklaringen is lokaal mist ontstaan. Dat zal in de loop van de ochtend wel weer oplossen. En dan houden we een weerbeeld over met wolkenvelden. Af en toe wat opklaringen, wat zonneschijn. En lokaal kan zelfs ook nog een spatje regen vallen. Temperatuur tussen de 11 en 13 graden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Die wind wordt geleidelijk meer noord tot noordoost, blijft wel zwak tot matig. En vanmiddag neemt de kans op neerslag steeds verder af. Zien we af en toe de zon en trekken er nog wolkenvelden over bij 14 of 15 graden. Vanavond vinden opklaringen langzaam terrein. Dan is het een graad of 11. In de nacht koelt het uiteraard wat verder af. Maar de echte kou komt pas later in de loop van het weekeinde. Morgen hebben we temperaturen overdag van 13 of 14 graden. De zon schijnt af en toe. Er zijn ook nog wel wat wolkenvelden, maar het blijft droog. En de wind wordt oostelijk. Aan het eind van de dag klaart het breed op, en krijgen we na zondag een frisse nacht. Zondag overdag maar 10 graden, maar wel volop zonneschijn. Maandag ook vrij veel zon, ook dan een graad of 10 en de temperatuur verandert dinsdag niet of nauwelijks. In die periode hebben we steeds een oostenwind, de meeste wind staat op zondag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.